Ja, hij doet het. Dag, ik ben Erik van het Woud. Ik regisseer en Chiara heeft mij onder andere mij gevraagd om na te denken over de casting van haar prachtige boek Rap. Dat morgen verschijnt en dat hoop ik iedereen gaat kopen. In het verhaal wordt een tijdspanne overbrugd van 17 jaar en de twee hoofdrollen, de figuur Willem en de figuur Franca, die moeten dus gecast worden. Want 17 jaar is te weinig om door twee verschillende acteurs gespeeld te worden. Dus de vrouw en de man, dat is ontzettend te hakkelen, maar goed. Dat moet één iemand zijn die beide leeftijden kan spelen. Nou, de namen die ik zo ga noemen, die zullen dan denk ik geflatteerd zijn over het feit dat ik denk dat ze ook voor veel jonger kunnen doorgaan. Maar daar staat tegenover dat ze dus naar mijn idee ook opgewaardeerd kunnen worden naar een jaar of 6, 7, 8 boven hun werkelijke leeftijd. Hoe jullie daar gevoelsmatig mee omgaan, laat ik geheel aan jullie over. Willem, de cameraman, is in het verhaal 38, in het verleden en in het heden 55. En ik ben eigenlijk maar op één naam gekomen die ik dat heel graag zou willen zien spelen. En dat is Jeroen Willems. Als hij tenminste niet inmiddels een Duits accent heeft. Dan, Franca is in het heden 45, want verschilt 10 jaar met Willem, wordt vaak gezegd. En in het verleden 28. Er zijn een aantal, gek genoeg, dacht ik, hij is nu zwart, is dat goed? Of moet ik dan gewoon zo, oh ja, gaat goed. Ik dacht even dat ik zwart geworden was. Ik dacht gek genoeg meteen aan Saskia Temmink. Maar ik heb daar ook mijn twijfels over. Laat ik daar verder niet op ingaan. Dan heb ik ook gedacht aan Marleen Stolz. Kijk, het gaat natuurlijk om een type vrouw. Het is geen bakvisje. Het is een hele kranige vrouw die denkt dat ze niemand nodig heeft. Uiteindelijk ligt dat anders. Maar je moet het natuurlijk wel lange tijd zien als een nogal taaie, pittige dame. Ik heb aan Tamar van den Dop gedacht. Maar nu komt de winnaar. En dat is in mijn ogen Maaike Meijer. Goed, dan hebben we ook nog een Franca. En dat kan niet door dezelfde actrice gespeeld worden. Franca, als ze 18 à 20 jaar is, en daar zou ik voorstellen Denise Rehbergen, met wie ik kort geleden heel plezierig heb gewerkt, die dat heel goed zou kunnen. Dan hebben we Dana, de ze zijn niet eens getrouwd, hè? De vriendin van Willem in het huwelijk, waarin ze zo vast verklonken zit enzovoort. Nou, met die rol kun je een flink aantal kanten op. Chiara Tissen zou dit kunnen spelen. Nelleke Zitman zou dit kunnen spelen. Loes Wouterson. Maar je kunt ook de kant op van Joop Tjalsma en Debbie Korper. Weet ik niet. Dat hangt er vanaf in hoeverre je in deze film humor ook nog een kans wil geven. Gaat namelijk heel goed samen met tragiek. En wie weet, zou dat heel goed kunnen. Dan maken wij oom Jelle eigenlijk vooral mee als hij zo rond de 45 is, heb ik geprobeerd uit te rekenen. En daar dacht ik aan, ja, enerzijds natuurlijk de stoere man die twee rechterhanden heeft, Bart Klever, Loek Peters. En ook bij oom Jelle zou je weer een andere kant op kunnen gaan, bijvoorbeeld met Aad Seelen. Het lukt me nu niet om echt keuzes te maken, ik bied maar aan. Tante Ria, ja, ik zou het dan leuk vinden als dat Loes Luca werd. Dan hebben we Irene en René, de nichtjes van Franca.
Als je in de lijn Loes Luca denkt, lijkt het mij heel erg leuk om Aniek Pfeiffer en Aniek Boer daar dan bij te zetten. Zodat je een... dat kan echt knallen, denk ik, met die meiden. Als die tegen elkaar tekeer gaan en meiden onder elkaar. De moeder van Franca, die we ook nog gaan meemaken, heb ik niet zo goed over nagedacht. Maar dacht ik, waarom niet Anne-Wil Blankers? Bob, de geluidsman en de vader van... hoe heet ze ook alweer? Anouk. Har Smeets. Gewoon omdat ik eigenlijk altijd graag Har Smeets een rol wil geven. Anouk had ik al gezegd, hè? Nee. Anouk heb je nog niet gezegd. Oh, Anouk heb ik nog niet gezegd. Dan ga ik eerst even langs de vroegere huisarts die zij in de trein ontmoet op weg naar de begrafenis. Dat zou ik graag Rudolf Lucier willen laten spelen. Anouk heb ik nog... Oh nee, ik weet al wat ik gedacht heb. Anouk, dat zou ik op dit moment niet weten. Daarvoor zou ik gewoon naar de toneelschool gaan. En snuffelen in het derde jaar. Ik weet dat er in Arnhem bijvoorbeeld in het derde jaar... Daar lopen nu twee meiden rond. Die zouden dat fantastisch kunnen spelen. Ik ben hun namen even kwijt. Maar ik zou dat gaan casten. Omdat het zo jong is. Hij is net zo jong natuurlijk. Of eigenlijk is de jonge Franca is het allerjongst. Maar daar weet ik dus dat Denise dat heel goed zou kunnen. En Anouk zou ik op studeren op twee toneelscholen. Nou, we hoeven het alleen nog maar op te nemen. Oh ja, dan heb je natuurlijk nog wat Amerikanen. Je hebt David, de distributeur, en Elie. Ja, dat moeten gewoon Amerikanen zijn. Al dan niet in Nederland wonend om het wat betaalbaar te houden. En je hebt natuurlijk Billy, dat zal zeker een acteur zijn uit een Engelstalige groep hier in Amsterdam. Die gewoon met een lekker Amerikaans accent en 10 jaar jonger dan de moeder van Franca dat speelt. Maar dat zou ik niet uit mijn mouw kunnen schudden wie dat zou kunnen zijn. Nou. Super. Welkom. Hartstikke goed. Ja, heel erg leuk. 7 minuten 26. Ja.